Dit is Zwolle Actueel op RTV Focus. En vanaf zaterdag mocht het zomaar in één keer weer. Tenminste, mocht het zomaar in één keer weer. Nee, niet in één keer, eigenlijk in twee keer. Want we hebben nog wel een corona-toegangspas nodig om weer lekker uit te gaan. Daar is niet iedereen mee eens. En er wordt zelfs gesproken over een tweedeling in de maatschappij. Want we zouden groepen uitsluiten. Een van de partijen die het er niet mee eens is hier in Zwolle is de ChristenUnie. En bij mij aan tafel de fractieleider Gerdien. Goed dat je er bent. Een tweedeling. Ja, nou ja, vooropgesteld, we zijn natuurlijk heel erg blij dat we weer heel veel kunnen. Hè? Dat we in een situatie zitten waarin steeds meer coronamaatregelen er weg kunnen. Ja, ja. Dat is geweldig. De ChristenUnie heeft inderdaad tegen de invoering van deze coronatoegangspas gestemd, omdat die een tweedeling gaat veroorzaken in de samenleving als we dat te ver doorvoeren. Mm-hmm. Het wordt voor mensen die niet gevaccineerd zijn steeds ingewikkelder om toegang te houden tot algemene voorzieningen. Wat we in gelukkig in Nederland zeggen is er komt geen vaccinatieplicht. Ja. Dat zegt ons kabinet gelukkig ook. Met natuurlijk een blik op de grondwet waarin staat dat je zelf over je lijf en leden beslist. Exact, ja. Exact. Ja, nou als we dat zeggen, dan moeten we volgens mij er ook voor zorgen dat we die coronacrisis die we samen zijn ingegaan, hè, dat was ook het motto van samen krijgen we corona eronder. Dat we hem ook weer samen uitkomen. En dat betekent dat als we zeggen, nou, je hebt keuzevrijheid. Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijke keuze daarin maken. Dan moet je als overheid er volgens mij ook voor zorgen dat mensen die de ene keuze maken niet minder vrijheden krijgen dan mensen die de andere keuze maken. De andere kant, Gerdien, is dat dat geldt voor een heleboel wetten natuurlijk. Wetten zijn eigenlijk per definitie beperkend. Dit is een noodwet, een tijdelijke wet. Het is niet zo dat als jij niet gevaccineerd bent of als jij niet gevaccineerd wilt zijn, dat je geen toegang kunt krijgen. Nee, precies. En daarom zeggen we nu in Zwolle ook van, die coronatoegangspas die is nu ingevoerd, maar laten we dan hem hier lokaal op zo'n manier uitvoeren dat die toegang voor iedereen wel goed mogelijk blijft. En als je dan kijkt naar het afgelopen weekend, naar de drukte die er was bij de testen voor toeganglocatie. En dan mag je nog blij zijn dat je in Zwolle woont. Ja, ja, ja. Dat het mooi weer is dat je daar op je fietsje heen kunt als jongere student of zo. Hè? Maar als je in Kampen woont, daar is niet eens een testlocatie. En in andere omliggende dorpen ook niet. Dus zeggen we, hij is nu ingevoerd. Maar laten we dan hem zo uitvoeren hier lokaal dat hij voor zo weinig mogelijk onderscheid zorgt. En daarom hebben wij het voorstel gedaan om het voorbeeld van Alkmaar te volgen, waar ze midden in het centrum een soort toegangslocatie hebben gecreëerd voor iedereen. Iedereen gaat eerst daar naartoe, laat daar zijn coronatoegangspas zien of doet daar een sneltest, krijgt vervolgens een polsbandje. Waarmee die gewoon de stad in kan, de horeca in kan. Dat klinkt heel simpel, maar we hebben het over de niet gevaccineerden. Of bij keus, of omdat ze bijvoorbeeld om medische redenen al niet zouden kunnen. Dat kan ook nog. Voor die groep snap ik dat je moet zorgen dat dat ze toch toegang kunnen krijgen. Maar dan een polsbandje. Hoeveel kleuren polsbandjes hebben we nodig? Want een sneltest die is 24 uur geldig. Ja.
Je moet een polsbandje, ja, we hebben 7 dagen, 7 kleuren, hè? Mm-hmm. Weet ik het, zoiets. Ja, maar van de week heb ik alweer een roze om. Want hebben jullie daadwerkelijk gekeken hoe het in Alkmaar ging, maar ook naar, van ja, hoe gaat dat dan op de langere termijn? Polsbandjes kennen we natuurlijk allemaal. Jeugd die pronkt er zelfs mee. Als je een lowlands bandje om hebt, dan mag je op lowlands mag je alles. Mm-hmm. In de stad is dat toch een stuk lastiger, lijkt mij. Nou, nee, dat kan in de stad eigenlijk precies zo werken. Sterker nog, volgens mij is het een win-win situatie. Het is een win situatie voor de samenleving, omdat het de eenheid in de samenleving houdt. Hè? Het onderscheid wordt zo klein mogelijk gehouden. En het is een win situatie voor horecaondernemers. Want ja, de meeste horecaondernemers zitten helemaal niet te wachten op de controlewerkzaamheden die ze er nu bij moeten doen. Als die alleen het polsbandje even moeten checken, is dat gigantisch veel winst. Ben je niet bang dat het een heel fraudegevoelig systeem is? Nou, ik denk dat we in ons land, wat je zegt, bij verschillende festivals, maar ook bij trampolineparken. We hebben heel veel ervaring met polsbandjes. Dus ik denk dat het qua fraudegevoeligheid daarom haalde ik specifiek het voorbeeld van Lowlands aan, omdat dat een afgesloten park is, ook het trampolinepark, dat is binnen muren. Mm-hmm. En daar krijg je dan toegang mee. Het lastige van de stad is dat ik om 8 uur zit ik bij kroegje A en om 10 uur zit ik bij kroegje B, om 11 uur ga ik naar huis toe, ik heb nog zo'n polsbandje en ik kom een vriendje van me tegen, ik doe mijn polsbandje af, geef het aan mijn vriendje die niet getest. Maar goed, de manier waarop de polsbandjes worden vastgeplakt is juist op zo'n manier dat je, als je ze afdoet, dat je ze niet weer kan doorgeven. Hè? Dat is, daar hebben ze de techniekjes voor volgens mij heel goed fraude voorkomen. En ja, bottom line, het blijft natuurlijk gewoon gelden dat iedereen altijd zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Hè? Als je ziek bent of klachten hebt, ja, dan blijf je thuis. Want dat is de verantwoordelijkheid die we met elkaar hebben voor een gezonde samenleving. Je raakte al heel even het platteland aan. Ook Zwolle heeft een buitengebied. Moeten de mensen uit Windesheim die naar hun lokale buurtkroeg willen, moeten die dan ook naar Zwolle, de stad, komen om zo'n polsbandje op te halen? Of? Kijk, ik ga ervan uit dat deze coronatoegangspas tijdelijk is. Want dat is wat het kabinet heeft gezegd. In die periode van tijdelijkheid moeten we zorgen dat het zo goed en zo makkelijk, zo toegankelijk mogelijk georganiseerd wordt. Nou, ik denk dat met een centrale testplek en toegangsplek in de binnenstad, dat heel erg prettig is. Blijft natuurlijk staan dat als je naar je buurtkroeg in Windesheim gaat, dat je dat met je coronatoegangspas ook gewoon zou moeten kunnen doen. Maar als dit een langduriger verhaal wordt, en dat zou ook zomaar kunnen, hè, dat hebben we met meer maatregelen van het kabinet gezien, dat het niet tijdelijk is, maar dat het toch veel langer gaat duren. Ja, minister De Jonge heeft het er al over van dat we best wel met enige angst mogen kijken naar de komende winter. Ja, er zit geen enkele garantie op een einde van het coronatijdperk. Nee, want het is dat is ook wat de deskundigen allemaal zeggen. Corona blijft, hè, en zal met verschillende varianten elk seizoen weer terugkomen. Ja. Dus ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om daar op een verantwoorde manier mee om te gaan, die blijft. Wat we als ChristenUnie dan belangrijk vinden, is dat we dat doen op een manier waarop de eenheid in de samenleving wel echt blijft bestaan. En dat we die blijven bevorderen. Dus als het een langdurige situatie wordt, dan denk ik dat het inderdaad ook de verantwoordelijkheid is van onze veiligheidsregio om zoveel mogelijk testlocaties in de nabijheid van mensen te doen. Dus dan moet je misschien in Windesheim een eigen testlocatietje opzetten. En ook in Kampen en in allerlei andere omliggende dorpen. En dan ook dorpen ook zijn eigen kleur polsbandje.
Nee, dat hoeft volgens mij niet. Maar het is niet alleen een kleur polswandje, maar het is ook een tekst die je erop drukt. Hè? Van de dag, de datum, tijdstip. Dat kan per plek verschillend zijn. Daarmee wordt het bijna makkelijker om de corona-app te checken, zou je bijna zeggen. Als je ook nog moet gaan kijken van, ja, is dit wel de goede datum die op het bandje staat? Hoe meer informatie je op dat bandje zet, hoe meer die gaat lijken op de app op je telefoon die toch iedereen bij zich heeft. Nou, niet iedereen heeft een telefoon bij zich. Hoe het in Alkmaar werkt, is degene die de coronatoegangspas op hun telefoon hebben staan, die laten hem daar bij die centrale toegang in het... Ja, er zit een vliegje in mijn gezicht. maar die laten hun coronatoegangsapp zien en krijgen daarmee een polsbandje. En de mensen die geen smartphone hebben of die die app niet hebben, die via testen voor toegang afhankelijk zijn, lopen de tent ernaast in om hun toegangstest ter plekke te doen, een sneltest. En moeten dan misschien iets langer wachten, maar krijgen op die manier hun polsbandje. Jullie stellen hier vragen over aan het college. Daar werd het polsbandje werd er eigenlijk aan toegevoegd, omdat ook maar daar dit weekend mee op de proppen kwam. Ja. Er zijn meer gemeenten. Je vraagt ook aan het college om niet actief te handhaven. Mm-hmm. Is dat niet een hele lastige vraag voor juist onze burgemeester, die ook voorzitter van die veiligheidsregio is en zeer nauw betrokken is geweest in het hele proces bij al die wetten en maatregelen die er komen? Ja, en ik denk ook dat onze burgemeester dat op een heel zorgvuldige manier doet. Hij heeft in de afgelopen anderhalf jaar voortdurend voor dilemma's gestaan. Mm-hmm. En ik vind dat hij dat heel erg zorgvuldig en ook met oog voor alle verschillende belangen doet. Dus ik heb ook heel erg veel vertrouwen in dat de burgemeester ook deze nieuwe maatregel weer op een zorgvuldige manier gaat uitvoeren. Ja, eigenlijk vragen jullie aan hem om een maatregel niet uit te voeren. Nou, wat we zeggen is, doe dat nu op zo'n manier dat je probeert te voorkomen dat die tweedeling ontstaat. Dus concentreer je op echt grote risicoplekken. Dat je daar die controle gaat toepassen. Hè? Dat is ook wat de burgemeesters van andere grote steden, Den Haag, Utrecht, hebben gezegd, Amsterdam. We gaan dat niet overal controleren. We gaan het vooral handhaven op de plekken waar we grote risico's verwachten en waar eventueel excessen kunnen ontstaan. Mm-hmm. Als ik denk aan die excessen, dan denk ik van ja, kom je niet in een glijdende schaal terecht. Ik zag een foto van volgens mij Rotterdam, waar om 12:01 ongeveer half Rotterdam in één straat samengeperst werd. Zou je dan ook niet moeten vragen van controleer dan ook niet meer op 12:00, want laten die horeca langzaam leegstromen. Waardoor je juist geen excessen krijgt en waardoor je geen superspread events krijgt. Ja, nou dat zou... Volgens mij is dat het centrale vraagstuk. Hoe voorkom je dat je in die superspread plekken... dat die er zijn. Dat is denk ik waar de burgemeester vooral zijn aandacht op moet, richten. Jullie zijn de grootste fractie. Je hebt zelf twee wethouders in het college zitten. Kan het zijn dat het college zegt van ja, nee, sorry, gaan we niet doen. We gaan ons gewoon houden aan die maatregelen. Alle experimenten die laten we achterwege. Dat kan natuurlijk. Voor ons het belangrijkste is dat wij echt aandacht houden voor de eenheid in de samenleving. Dat we voorkomen dat er een soort tweedeling ontstaat van mensen die vrijer zijn in onze samenleving dan andere mensen die minder vrijheden hebben. Dat moeten we volgens mij echt niet willen, dat moeten we voorkomen. En ik
verwacht dat ons college daar ook heel erg zorgvuldig naar zal kijken. En daar dan zijn eigen afwegingen in gaat maken. Oké, goed. De corona, we zaten er met z'n allen niet op te wachten en we zijn er nog lang niet klaar mee. En hoe we ervan af gaan reiken? Tweedeling? Nee, dat wil helemaal niemand. Maar aan de andere kant, wat is dan de oplossing? Hoe komen we er gezamenlijk uit? Dat is het allerbelangrijkste voor iedereen. Dus we gaan het volgen samen met Gerdien Rots van de ChristenUnie. Wanneer wordt de vraag beantwoord, denk je? Ja, de gemeente mag daar geloof ik een termijn van 6 weken voor hanteren. Dat zullen ze in dit geval niet doen, toch? De burgemeester heeft gezegd dat hij er tempo achter zal zetten. Oké, maar we gaan het merken. Misschien staat er volgende week zomaar ineens een testcentrum midden op de Diezenpromenade. Dankjewel, Gerdien, voor je toelichting. Ja, graag gedaan.